Vanaf de Binnenlandse Oorlog maken steeds meer gebieden in het oosten van Suriname ontvolkt. Dit haalde BEP-parlementariër Ronnie Assabina afgelopen donderdag aan in de Nationale Assemblée. Het lid wijst erop dat veel mensen trekken naar Frans-Guyana, omdat de ontwikkelingen daar aantrekkelijker zijn dan in Suriname. Assabina voegt eraan toe dat er vanuit de Surinaamse overheid nog steeds geen beleid is ontwikkeld, zodat de mensen in dat deel van Suriname zich gewaardeerd voelen. En u ziet hoe de Fransen, laat me het woord niet in de mond nemen, maar belangrijk is hun nederzettingen, ze zijn bezig, die zodanig in orde te maken dat wonen, werken en leven aantrekkelijk en aantrekkelijker wordt. En u ziet hoe in grote getalen de Surinamers vragen om in aanmerking te komen voor de Franse nationaliteit. Dus wanneer de grenscommissie bezig is met die lokale gemeenschappen en vragen van Peiwanitang, Iwan Tansranamang of Iwan Tronk, Franse onderdanen, wat zal het antwoord zijn? Dat spreekt toch voor zichzelf, voorzitter. En dat zijn die ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Assabina zei ook dat voor de Binnenlandse Oorlog de Fransen voor basale zaken naar Suriname moesten. Echter zijn de rollen nu omgekeerd. Surinamers in dat gebied zijn voornamelijk voor gezondheidszorg aangewezen op Frans-Guyana. Daarnaast gaan veel kinderen van Marowijnen in Frans-Guyana naar school. Assabina benadrukt dat de kwaliteit van het Surinaams onderwijs in de dorpen in Marowijnen de wensen overlaat. Vandaag aan de dag weten we dat die school te gonini moffen, voorzitter. Miren, als corona is tamoro. Als corona oppo. We weten vandaag aan de dag dat leerjaar 9 en leerjaar 10 in het boventapanahoni-gebied, voorzitter. Boventapanahoni-gebied telt meer dan 7 dorpen, voorzitter. Dat gebied kent geen leerjaar 9 en leerjaar 10. Voor dat gebied, voorzitter, is het eerste kwartaal een verloren een periode. De Mulo-school, leerjaar 9 en 10 van beneden Tapanahoni, zou even de plaats naar Stoelmaseiland. Voor mij vrij recentelijk naar moeder als dit is op. En er zijn belangrijke vakken, en leerkrachten nodig, dus de king noma kies de vakken dat ik. Malobi, Carmel, die hele omgeving, voorzitter. De neem gewoon naar scoren. Scoren nodig. Assabina sprak tijdens de ontwerpwet houdende goedkeuring van het protocol tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek. Daaronder valt de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over de Marowijnen en Lava Rivier, zoals bij het verdrag getekend in Parijs op 30 september 1915. Het gaat om vaststelling van de grens in het deel van de grensrivier, inclusief de gezamenlijke verklaring over een gezamenlijk management van de Marowijnen en Lava Rivier en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied.